me and Instagram talk. Ow! Zie je, je bestaat niet. Je bestaat niet. Hallo allemaal. Wat mij als docent verbaast is dat er leerlingen zijn die nooit te laat komen en leerlingen die best wel vaak te laat komen. In deze laatste categorie valt Joshua. Ja, Joshua. Ik dacht al, waar is Joshua? Ik had je wel gezien in de pauze. En je hebt een brouwbriefje. Oh, ja, blijf maar even staan. Reden ben ik benieuwd naar. Oh, dat is niet echt een hele treffende reden. Weet ik niet. Weet ik niet. Weet je niet een reden? Of weet je niet dat je te laat bent? Of weet je niet dat je bestaat? Of weet je... Ja, die. Die. Ja. Dat je niet weet dat je bestaat. Juist. Nou, ik zal je verklappen, je bestaat. En je moet om 9:15 melden. Nee, volgens mij besta ik niet. Nou, je bestaat wel. Nu besta ik niet, hè. Nu besta je niet? Wanneer besta je wel? Na schooltijd. Na schooltijd? Ja. Dan begin je pas te bestaan. Dan ben ik een, zeg maar, iets. Ja, dan besta ik. Is dat zo? Heb jij dat ook, Amber? Nee, ik heb dik. Oh, jij hebt dik. Oh. Maar hebben andere mensen dat ook, dat ze pas bestaan na schooltijd? Ja? Right? Jij ook. Kijk, u bestaat ook niet. Ik besta ook niet? Nee. Dat wordt wel raar. Nou, ik besta wel. Wie heeft nog meer het gevoel dat hij niet bestaat? Ja. Na school. Na school. Na school besta je pas. Dan begin je pas te ademen. Dan begin je pas te leven. Dan begin je pas te leven. U bestaat ook niet, hè? Nou, ik besta wel. Ja. Hier, buik maar. Ik besta wel. Maar wie bestaat nog meer niet? Wie bestaat... Auw! Zie je, je bestaat niet. Je bestaat niet. Nou, ik besta... Zie, je ziet niks. Je bestaat niet. Ja, maar ik hij bestaat niet, probeer, hij bestaat niet. Kijk, jij bijt mij gewoon. Nee, ja, hij bestaat niet. Je ziet toch niet? Nee, hou eens even op. Ik doe niks. Nee. Even kijken, kom eens. Nee, even kijken. Wat even kijken, helemaal niet. Ach, mooi, laat hem. Hij heeft nog niet door dat hij niet bestaat. Het moet nog, het moet hem nou, nog even... Ik besta wel, hier zit de tandafdruk voor jou. Ja, je vroeg toch? Wat vroeg ik? Of ik je wil bijten. Of je mij wil bijten, dat heb ik toch niet gevraagd? Gods man, dan ben je er een raar, maar je kijkt me lief aan. Nou, ga maar zitten. Ja. Gods man. Suarez! Er zit echt een hele afdruk, meneer. Ja, dat is een hele afdruk. Ja, hij is gewoon keihard gebeten, man. Je hebt er geen rare ziekte of zo? Nee. Ebola. Oké. Joshua, ga je zitten? Ga je zitten? Ja. Oké. Best wel raar. Joshua die in mijn hand bijt. Nou ja, kan gebeuren. Wat ook kan gebeuren bij Joshua, zie je in het volgende fragment. Ik hoor je constant een beetje klein. Ja, een hand, dat is beter. Okay. Daar ben ik ook blij mee. Hij heeft een scheet gelaten. Mag ik ergens anders zitten? Is dat zo? That's not true. Dat is wel zo. Nee, het stinkt. Ik heb niet gepufft. Waar heb jij het op? We werken en dan ruik je niet. Dan stinkt het opeens. Het komt toch van jou? Maar, van wie moet het anders komen? Het hun waren het niet hoor. Maar scheet het ongeveer 10 seconden of 20 seconden? Is het even neus dicht? Maar, doe jij ook even je neus dicht? Of wie heeft er last van de heb je ook last van die scheet? Ja. Ja. Hij stinkt. Maar ik heb hem niet gepufft. Jawel. Nee, oh, hij zet alleen ruikt. En het stinkt ruk jij het nog steeds. Ruk jij een puff? Godverdamme. Wat is een puff? Wat heb jij gegeten? Stinkt rotte ei. Pardon. Oké, ja. Niet gepufft. Ja, maar Drusilla, anders ga je even ergens anders zitten. Ja, dat is ook ja. Goed. Ergens anders zitten. Ja. Wie je mij hebt gestopt. Maar Jos, is niet de bedoeling, hè, dat je Ik heb niet gepufft! Ja, wat is gepufft dan? Zie je? Farting! Is het zo'n geur dan? Wat is ruiken dan? Kom maar even ruiken, inderdaad, kom maar. Jij ruikt niks, Jos. Ik ruik niet. Ja, maar... Jij ruikt mooi. Oh, dit is inderdaad zingen. Nee, dat is klopt. Ja! Zie je? Ja!
Excuses, ik ben eerlijk. Ja, het ruikt er, maar het is boven, is zo weg. Ja, ik vind het wel wat verdoezend. Ja, hij zei 10! Voor! Maar op zich is het wel natuurlijk, toch? Een scheet. Ja, het is natuurlijk en ik heb het niet eens gedaan. Dus... Nou, het begint hier wel een beetje te ruiken hier. Oké. Okay. Ja, want dit... Nee, doe niet, dat stinkt. Ja. Oké. Okay. Ah, dankjewel. Dat is nice. Okay. Nou, een scheet is ook goed, hè. Dus je lijkt me af en toe... Dat is goed voor de spijsvertering. Schijnt. Als je nooit scheet laat, hoopt het op, word je steeds dikker. Tot je helemaal als een soort ballon omhoog zweeft. Probeer je scheet wel in te houden. I'll try. Joshua liet een... Ja, een scheet. Heeft iemand bij jou in de klas ook wel eens een scheet gelaten? Laat het me weten. Dank voor het kijken. Like deze video. Word abonnee. En volgende week zien we Anita boos worden omdat ik haar aanraak. Tot volgende week. Hoi. Meneer, u hoeft mij niet aan te raken. Nee, ik wil nu dat jij weggaat. Maar u raakt mij aan. Ja. Ik ga u toch ook niet aanraken? Weg gewoon. Klaar.